Het is weer tijd voor een nieuwe unboxing, jongens, en dat is wel van de Xbox One Elite Controller. Sorry, ik wou hem echt opschuiven. Ik vind het echt zelf een super vet ding. We hebben al een preview ervan gedaan op Gamescom en we waren toen al helemaal hyped voor dit ding. Het is echt serieus, volgens mij. Ik heb één keer in mijn handen gehad, ik dacht meteen, dit is de beste controller op aarde. Maar we gaan hem in ieder geval even unboxen. Een review ervan volgt zeker nog, maar jongens, without further ado, we gaan dat ding uit de doos halen en daar heb ik weer zo'n handig keldersmes voor, want plakbandjes, vakplakbandjes. Voor de mensen die het niet weten, het is de Elite Controller. Het is een extra soort super vette controller voor je Xbox One. Moet ik wel nog meer papiertjes, stickertjes lossnijden. Het is €150 is de richtprijs en dan heb je dus wel over een aardig dure doos. Maar goed, we beginnen met de unboxing en dan het eerste wat je ziet is als je het vette dekseltje eraf haalt, is dat het draagtasje zit dus al meteen bovenop. Ik weet niet of de controller hier ook in zit, ik denk het wel. Want in dat draagtasje past als het goed is alles. Gewoon alles wat je erop kan zetten. Dat is natuurlijk een volledig customizable controller. Gooi je tasje open en voilà, daar is hij gewoon al meteen. Ik zie wel dat deze die had waarschijnlijk daar moeten. En dan is dit gewoon hoe je hem uit je super vette draagtasje haalt. Verder, dit, ja, dit zijn boekjes. Gewoon hierachter zitten nog wat boekjes. Maar hey, het is verder wel mooi, een beetje Apple-achtig mooi, zoals we dat altijd noemen. Ingericht. En dan is dit dus de controller. Hij is ook al meteen ready to go, want alles zit er dus op. Ik kan dit er even niet uithalen, dus een steunstukje. Er zitten dus al allerlei dingen op, maar het ding is natuurlijk van deze controller dat je hem volledig kan customizen. Dus dan heb je hier bijvoorbeeld achterop heb je die flippertjes en dan kun je zeggen van hup, die haal ik eruit en stop ik dan andere flippertjes in. Dan kun je dus allemaal meedragen in dat draagtasje. En die klik je er als een soort magnetisch systeem weer in. Klikkertjes voor hoe je de triggers wil hebben. Wil je ze helemaal met indrukken of wil je juist dat ze snel klikken? En ook gewoon de vette joysticks, die ruk je er zo vanaf en dan kun je een andere erop zetten. Voor de gein zullen we dat maar eens gewoon proberen, want we hebben hier dan de numpad. Of ja, de numpad, wat zeg ik, de vier punten druktoets, zoals Nintendo dat alles zo mooi noemt. Die leggen we dan gewoon weer mooi terug in het draagtasje en dan klikt die er ook echt gewoon op. Heel fijn. Maar sowieso, oh, het voelt al heel erg lekker. Je hebt van die extra rubberen pads hierop. Het is gewoon de Xbox One controller met dan ook nog die flippertjes erachter. Het is heel specifiek allemaal. We zullen eens even kijken of we wat dingen om kunnen wisselen. Want dit zijn dus de standaard pookjes die ook best wel lijken op die van gewoon de standaard Xbox One controller. Maar dit zijn dus de verhoogde units. En even die andere eruit pakken. Wabam. Oh, dat is echt... Ik weet niet wie dit fijn gaat vinden, maar het stuurt heel snel. Dit is volgens mij als je die 360 no-scopes wil maken in Call of Duty, dan moet je die dingen hebben, want het gaat wel heel erg snel. Maar in wezen, ja jongens, ik weet niet. Ik vind het sowieso een supermooi modelletje. En ook gewoon het draagtasje wat je erbij krijgt. Ja, ik denk niet dat die nog dicht gaat als ik... Nou, het zou nog kunnen. Met deze erbij. Het is een heel simpel model. Het is echt de snelste unboxing ooit. Maar dit is wel de meest customizable controller die Xbox in ieder geval heeft gemaakt. En sowieso, het is een van de meest customizable controllers voor een console ever. En ik vind hem heel, heel fijn aanvoelen. Er komt binnenkort nog een hele uitgebreide review van. Waarschijnlijk geschreven en iets in Gamers Net Gear. Maar goed, wacht daar vooral op. Want het wordt waarschijnlijk een hele uitgebreide, superlovende review. Omdat ik er nou al weg van ben. En dit was nog maar een kleine unboxing. Dus laat even weten hoe hyped je bent voor dit ding. En of je het €150 niet te veel vindt of wel. We gaan het in ieder geval uitvinden in de Gamers Net Gear. Tot snel.